In de periode van 24 juli tot en met 15 augustus, of woensdag tot en met zondag, van 2 uur 's middags tot 5 uur, exposeren de kunstenaars Riet Hagelaar van Bree en Lisanne Lammers hun werk in het Oude Raadhuis in Beekendonk. Mevrouw Hagelaar maakt tekeningen met potlood, schilderijen in olieverf en aquarellen. De getoonde werken zijn gebaseerd op natuur, voornamelijk landschap, en de aquarellen zijn voornamelijk bloemen. Bij Lisanne Lammers speelt keramiek de hoofdrol. Geometrische vormen en strakke lijnen geven haar keramische sculpturen een architectonische vorm. En olieverf, dat is een. Ik heb ook aquarellen hangen en olieverf is een hele andere techniek dan aquarel. Je begint op een hele andere manier. Je werkt op doek. Met aquarel werk je op papier. Maar hier pak je dus een doek en dan ga ik eerst die bloem bestuderen. Van hoe zit die bloem nou eigenlijk in elkaar? Want kunst is kijken, hè? En kijken is de kunst. Ja, dit is aquarel, bloemen in aquarel. En aquarel is een hele andere techniek dan olieverf. Olieverf werkt traag, zoals ik vertelde, laag over laag. En bij aquarel werk je eigenlijk snel. Je hebt je papier, je maakt je compositie, in dit geval de bloemenboeket. Je maakt je compositie, je zet er water op. Je doet er verf in met je kwast, aquarelverf, en dan gaat het lopen. Dan vermengt de verf zich met het water. En de kunst is dan bij aquarel om het binnen jouw compositie te houden.